ik heb natuurlijk heb ik Maastricht metgenomen. En een Maastrichtse dorkkwaliteit. Want ik heb niet één maand, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, maar een maand of zes, zeven, acht metgenomen. En dat is een groep mensen die het hart op de goede plek hebben. Die gewoon overal opdraaien voor bejaarde mensen, voor kindertjes, gehandicapte kindertjes. We hebben nog geen geboeien opdraaien. En die dag, deze mensen verdienen nu eens een bij een echte televisiestation en ze komen op te draaien. Nou, ik geloof ik helemaal verrast. Ik zou zeggen, Jimmy, vertel het maar eens bij hem dat het zo mogen zijn. Ja, ik dacht van, ja, is het helemaal klaar? En ik denk, ja, we zijn compleet. En dan zei het Frans, moet nog achterin kijken, want daar zijn er nog een hoop. Dus ik zou zeggen, geef ze een heel goed applaus van deze vroeg. De Wieker Hofzangers! En nu moet ik plaatsmaken, want zo van, één, twee. Giel, ja. Wieke Hofzangers, ja. Wie komt zo'n groep jij nu überhaupt? Nou, dat is eigenlijk begonnen, en dan spreek ik dus over 53 jaar geleden, want zo lang bestond de Wieke Hofzangers dus al, is dat een keer opgestart door de Wieker Eendracht. Dat was een carnavalsvereniging en daar is het eigenlijk ontstaan door. En dat is eigenlijk zo, min of meer is dat eigenlijk opgebouwd. En we zien dus nu 53 jaar, stond weer dus als Wieke Hofzangers dan. Oh, wie had dat zijn jongste dan? Nou, de jongste die is op het moment, die is op het moment werken. Ja. De jongste van ons is 18 jaar. Hé, hey. Ja. Dus het vult zich wel steeds weer opnieuw aan? Het vult zich wel gelukkig wel steeds opnieuw aan. Dus daar komen we toch iedere keer... En is dat ontstangen nu een week in Maastricht of alleen moet de carnavalsvereniging? Nou, het is eigenlijk de carnavalsvereniging in een week eigenlijk. Ja, een week Maastricht. Ja. En daar is het eigenlijk ontstaan eigenlijk. En zodoende
Ja, zien de lui bij die gezag hebben van, hé, hey, maar dit vinden we chic, dan mogen we wel. En dan geeft ze met zijn koor geeft ze eigenlijk door berg en dal, hè? Ja. En als ze nu bovenop zijn berg steeds, wat is dan het mooiste wat ze met hebben gemaakt? Wat ik zelf met gemaakt heb, is het 50-jarige bestaan. Wat de Wieke Hofzangers betreft zelf metgemaakt hebben, dat is een trip geweest naar Las Vegas. Die zijn dus in Las Vegas geweest en daar was ik dus niet bij, maar andere leden zien dat het ja, geweest. Ja, het kan ook zo zijn dat ze een paar queenbus geraakt die een beetje verslaafd zijn en het spel door gewoon, want de blieven van mij is toch het hangen door. Ja, ik weet het, maar gelukkig... Waar staat dan gelijk ook direct het dal waar de Wieke Hofzangers door hebben? Het hoogtepunt, maar het dal dat is eigenlijk boven nu krabbelen. Ho, als dit het dal is, ja beste kijkers, Frans. Ja, maar weet je wat dat komt dan? Ja. Heb kijk nu met zijn neef in mij. Erwin, van de Merenkoe. Ja, dat, ja, hij liekt er een beetje op. Ja, Erwin liekt het op mij, dus ik ben alles. Daarvoor zien die ze goed. Hoe komt Erwin vandaan, voor tegenboren? Als ik voor, in Maastricht, hoe? Dat weet ze niet, maar er was wel in die buurt geweest in dat tijd. Dan is het duidelijk waarom dat heer hem liek, hè, Frans? Oh, nu snap ik die heer niet pas, ja. Dat wil nog een heel goed terrein in Maastricht. Dat maakt geen kloten uit, maar één ding, weet ik begrijp het nu heel langzaam. Nu weet ik ook waarom dat hij een beetje goed kan zingen. Ik, want als ik dit hoor, dit is stukken beter. Dat hadden we niet even goed. Nee, dat zal ik ook maar niet doen. Doe onze bestreiging. Nee, die gaan zelfs hem tegen. Van de andere kant kan ik alleen maar zeggen, jongens, laat er nog één horen, want ik vind je zo goed. Ik vind je dit geweldig. Erwin, doe voorop. Weet wat de dag is? Die jongens kunnen ze altijd vragen. Die stonden altijd voor TV11 paraat, toch? Kijk, dat moet ervoor hebben. Dat zien de jongens, ja. Ik ben onder, midden op zoek, niet meer zien.